Kids Climate Conference 2013. Een ware klimaatconferentie van kinderen vanuit heel Nederland in Heiderbos in Heijen. En met steun van veel donateurs organiseerde Centerparks op 20, 21 en 22 september 2013 een weekend om na te denken over hoe het verder moet op onze aarde. Na een voorselectie zijn zo'n 120 kinderen met familie uitgenodigd om in dit weekend te komen deelnemen aan het nadenken over nieuwe technieken in de natuur. Ze dienden allemaal een idee in en het had alles te maken met nu en in de toekomst. Hoe houden we de aarde beter leefbaar dan nu? Zij beleven heel veel en wij kijken met ze mee. Weekend vindt hier in Heijen de Kids Climate Conference 2013 plaats. If I told you things I did before, told you how you Dus welkom allemaal en gefeliciteerd! We zijn hier eigenlijk in de allermooiste provincie van Nederland, of niet? Nou, wat voor andere provincies zijn er nog hier? Gelderland! Er zijn, ik hoor het al, er zijn hier genoeg provincies. Goed getekend worden, kunnen wij.
kan je zeggen, er zijn hier heel veel grote mensen die kunnen heel erg veel doen met al jullie ideeën. Dus dit is precies de soort ideeën waarover jullie kunnen praten. En niet dus alleen maar zeggen, er moet weer dit komen. Nee, het waarom, dat is precies wat de mensen aan het denken zet. Oh ja, dat is het ook weer. Maar dat vergeten we nog wel eens van met elkaar te vertellen. Oké? Ambassadeur. En dan vind ik het heel leuk om op heel veel plekken waar het WNF iets doet. Dat kan iets zijn met een prinses of met een bedrijf wat iets heel goeds doet of iets vervuilt. Coca-Cola laatst hebben we iets heel moois mee gedaan. Dat ik daar ben, maar ook en misschien wel met name met kinderen. Want wij zeggen altijd bij het WNF, sowieso met hele grote woorden, samen geven we de aarde door. En dat doen we dan ook soms wel letterlijk met een aarde. En wat kan je nou beter de aarde aan doorgeven dan aan de kinderen? Want dit is een cliché. En een goed cliché gaat jaren mee, maar de kinderen hebben echt de toekomst. Kinderen die brengen het voort. En als zij doorhebben hoe goed je met onze natuur en hoe goed je met onze omgeving om moet gaan, dan straalt dat uit op ouders, op omgeving, op scholen. En dan gaat het zijn weg vinden. En volgens mij is dat nou precies de bedoeling. Wij zaten in groep roze. En toen hebben we met het hele team allerlei stellingen bedacht. Voorbeeld was dat we veel minder eten weg moeten gooien. Het gebeurt veel te veel. Het is wel gezellig. Iedereen, je hebt allemaal workshops gekregen. Glasblazen, mineralen, al dat soort dingen. Het is wel heel erg leuk. Ze hebben stoelen beschilderd om te recyclen. Ze hebben tegels gemaakt van een nieuw soort duurzame beton. Noem maar op. Dat zijn de kleine dingen. Maar het grote zaadje wat hopelijk geplant is voor die groene toekomst, is dat ze na gaan denken over wat doen we nou eigenlijk? Hoe ziet ons gedrag eruit? Wat eten we? Wat drinken we? Staat de kraan aan als we onze tanden poetsen? En nog veel groter, wat voor auto rijden we? Hoe gaan we om met die planeet? Welke grondstoffen nemen we wel of niet? Eten we vlees of niet? En dat hebben ze positief omgezet in uiteindelijk 12 geselecteerde nieuwe ideeën. En dat zijn hele gekke ideeën. Bijvoorbeeld, doe op alle achtbanen een windmolentje, dan krijg je energie. Dat kan misschien niet. Maar als je erover nadenkt wel, hè, van dat alles wat beweegt en waar je als kind gebruik van maakt, daar zou je misschien wel energie uit kunnen halen. Als je in een school fietst, waarom zou je niet een klein dynamootje hebben waarmee je je telefoon oplaadt? Misschien is die er al. Weet je, dat soort dingen. Dus ze gaan nadenken over hun gedrag en het verbeteren. Ik vond het wel een goed idee om zonnepanelen te plaatsen op windmolens. Want die staan toch heel erg hoog en ja, vaak wel in de zon. Dus dat vond ik wel een goed idee. Kinderen zijn van zichzelf meestal veel creatiever dan volwassenen dat zijn. Omdat wij allemaal omgangsvormen en zo hebben geleerd. En kinderen zijn, ja, zeg maar naturel. En dat geeft juist die mooie ideeën. Dat zie je ook hier aan de stellingen. Ik vond er een aantal heel goed. Maar wat mezelf heel erg aansprak, omdat dat educatief is en leuk, dat alle scholen een moestuin krijgen.
Dat vind ik bijvoorbeeld een heel leuk idee. En dan kan je zeggen, bij alle nieuwbouwscholen maken we bijvoorbeeld op de daken hele grote moestuinen. Zodat in de keuken van de school pompoensoep uit eigen daktuin is. Maar bij de bestaande scholen kan je het misschien op kleinere schaal doen. Met als effect dat kinderen zien, hey, je moet enorm je best doen voor je één courgette hebt. Dus die gaan we niet zomaar half weggooien of niet opeten. Of als er één klein zwart plekje aan zit, flikkeren we hem in de groenbak. Je krijgt bewustwording op voedsel. Je kan ook eens een dag geen vlees eten, leer je daar. En je maakt het met elkaar. Het is lekkerder, het is beweging. Dus de totale wereldbeeld van zo'n kind verandert. Dat sla niet iets is wat bij de McDonald's tussen twee slappe kadetjes zit. Maar iets uit je eigen daktuin. The sun is shining and the birds are flying, but I feel blue. The world keeps changing all day. Ik vind dat jij ook zo'n helm op moet, het is echt. Kijk, zo is het gelijk. Een plaatje compleet maken, Harm. Dat is beter qua interview. Nou, ik ben blij dat je even in ons toe wordt willen staan. Je hebt ook. Kijk, zie je, daar begint het al. Kijk je niet van mij, toch? Zo. Nou zit mijn haar heel slecht. Sluiting doen van dit weekend. Maar eerst lijkt het ons zo leuk om even met z'n allen gewoon lekker te dansen en te genieten van wat we hier allemaal hebben meegemaakt. En wie kan daar beter voor zorgen dan ons jurylid Erik? Die is gewoon een fantastische DJ.